ben Carlos, ik ben 26 jaar en ik ben kok. Ik was 5 dat ik geadopteerd ben vanuit Brazilië naar Nederland. De adoptie ging binnen een jaar niet goed. Dus ben ik overgeplaatst naar een kinderthuis in Nederland. Ondertussen heb ik 27 voogden gehad. Jeugdzorg is over me heen gedoken. Dan ben ik van thuis naar thuis naar het huis gegaan. Zo, wat gaan we eten? Wij eten nu fazant. Tarien met gevuld met ganzenlever. Kijk, jij was 5 toen je geadopteerd werd? Ja. Uit Brazilië? Ja. Wat kan je het moment dat je aankwam in Nederland, en de eerste indrukken, kan je die herinneren? Ik heb daar niet een hele mooie herinnering aan. Ja, toen ik aankwam, zeg maar, was het meer voor mij een soort van chaos. En er werd heel erg veel aan me getrokken. Het gezin zelf, jouw adoptieouders. Ja. Hoe was dat? Hoe leg je dat uit? Het was zeg maar wel nog de oude garde. Dus wie niet horen wil, die moet maar voelen. En dat ging best wel ver. Het zijn dingen zoals dat ik opgesloten werd in een schuur. En dan zat ik de hele middag in de schuur. En dan mocht ik daar niet uit. Ik was nog best wel bang toen ik net in Nederland kwam. En ik plaste in mijn bed. En dat was dat vonden hun niet een leuk idee. Dus ze hebben me ook wel zo naar school gestuurd. Dat soort dingen. Dat gaat school op een gegeven moment gaat dat opvallen. Hoe ben jij uiteindelijk uit huis geplaatst? Ze hebben mij afgezet in het kinderthuis in Zandvoort. 'S Avonds. En zo. Zonder spullen, kleren, speelgoed, niks. Gewoon niks? Nee. Kan jij je nog herinneren dat je daar stond en wat je toen voelde? Ik weet dat ik nog steeds hoe erg ik de situatie thuis vond. En nog steeds heel heftig vond dat hun uiteindelijk weg waren. Ondanks mishandeling en angst wilde je op dat moment het liefst gewoon weer terug. Ja, omdat het de enige twee mensen waren, zeg maar, die ik kende. Plus nog de kleuterjuf. Ja.